Majesteit, excellenties, geachte laureaten, dames en heren. Van harte welkom bij de 20e uitreiking van de NWO Spinoza-premies. Ieder jaar is het met plezier dat NWO de Spinoza-premies toekent, maar vandaag is de uitreiking wel heel bijzonder. We zijn buitengewoon trots dat we uw majesteit koning Willem-Alexander bij deze feestelijke uitreiking mogen verwelkomen. Terugblikken is vooral inspirerend als we er energie voor de toekomst uit kunnen putten. En een terugblik op 20 jaar NWO Spinoza-premie is inspirerend. De Spinoza-laureaten blijven bewijzen wat de premie waard is en dat het vertrouwen in hen terecht is. Zij belichamen de opdracht aan NWO om excellent onderzoek in alle wetenschapsgebieden te stimuleren. Om een dynamiek te creëren die bijdraagt aan een wetenschapsomgeving waarin een nieuwe generatie wetenschappers zich kan ontplooien. Wie weet tot toekomstige Spinoza-laureaten. De vier nieuwe Spinoza-laureaten zullen zometeen voor het voetlicht treden. Dirk Bouwmeester, hoogleraar experimentele kwantumfysica, noemde ik al. De anderen zijn Corinne Hofman, hoogleraar archeologie van het Caribisch gebied, Mark van Loosdrecht, hoogleraar milieu, biotechnologie en waterzuivering, en Teunis Piersma, hoogleraar trekvogel-ecologie. Dank u wel. Kwantummechanica, dat is een ontdekkingsreis naar dingen die werkelijk door niemand nog begrepen zijn. Dat is enorm uitdagend en enorm bevredigend om daaraan te kunnen werken. Ik heb het altijd als een enorm voorrecht ervaren om wetenschapper te mogen zijn. Er is niets mooiers dan zich als een klein kind te mogen verwonderen over de wereld om ons heen. U bevindt zich momenteel hier. Probeer het voor te stellen. Het is ongelooflijk, maar dat is deel van mijn beroep om daarover na te denken, om dat te proberen te begrijpen. We hebben doorgrond wat onze plaats in het heelal is. We hebben begrepen hoe de cellen werken in hele grove mate. We zijn nu ook de kwantummechanica aan het gebruiken om onze eigen technologie verder te ontwikkelen. We zitten werkelijk midden in de kwantumrevolutie. Wat ik het liefste zou willen is dat mijn onderzoek ook daadwerkelijk een impact heeft. En het beeld wat wij hebben van die Indiaanse bewoning komt dus vaak uit de Europese berichtgeving. En dat komt ook omdat de Indianen zelf geen schrift of geen geschreven bronnen hebben achtergelaten. Dus alles wat we weten van hen komt vanuit de Europese kant. En de enige manier om dus echt te vertellen van wie waren die Indiaanse gemeenschappen, hoe leefden ze en hoe hebben ze gereageerd op die komst van de Europeanen, is dus met de archeologie. Binnen deze context en doelstelling wil ik de Spinoza-premie inzetten om het maatschappelijk belang van ons onderzoek te versterken. Nou, dit zijn eigenlijk de korreltjes die in die reactor zitten. En die korreltjes zijn klompen bacteriën, heel veel miljoenen bacteriën bij elkaar. En die zuiveren het water, die halen alle stoffen eruit. Nou, je ziet dat hier ook in dit buisje, dat korrelmateriaal bezinkt heel snel, dat scheidt heel snel van water. En in traditionele waterzuivering zou dat proces misschien wel een uur duren, terwijl het hier in een paar minuten, in 1-2 minuten klaar is. Dat er micro-organismen zijn, dat weten we al sinds de tijd van Spinoza, een tijdgenoot van Spinoza. Antonie van Leeuwenhoek heeft middels zijn microscoop voor het eerst bacteriën waargenomen. Maar dat bleef altijd vrij lastig om die te karakteriseren. Voor een deel ook omdat het aantal bacteriën op aarde zo groot is. Er zijn ongeveer 1 miljoen keer meer geschatte micro-organismen op aarde dan dat er sterren in het heelal zijn. Waar we dus vooral op richten, dat is enerzijds het begrijpen van de complexiteit van de microbiologie, de microbiële ecologie. En die kennis dan inzetten om van het afval, met een knipoog naar de volgende spreker, niet te gebruiken om meeuwen op te kweken, maar om uiteindelijk bacteriën op te kweken die voor ons nuttige producten produceren. Dank u voor de aandacht. De urgentie van dit soort werk is enerzijds begrijpen waarom beesten op bepaalde plekken voorkomen en is er nog een alternatief voor ze of niet en waarom dan niet. En het teruglopen van populaties wereldwijd, ja, dat maakt wel dat dit soort werk eigenlijk als je althans vindt dat deze vogels erbij horen in de wereld, want krijgt dat wel een zekere relevantie, een hele grote relevantie.
Waar Spinoza ons het belang van eigenwijs denken liet zien, kunnen we Darwin beschouwen als de vader van de moderne biologie. Het leven op aarde, in dit geval geïllustreerd door een prachtig tropisch waddengebiedje, noemde hij een tangled web. Organismen zijn op allerlei ingewikkelde manieren met elkaar en met hun omgeving verbonden. En ik hoop dat we ook de komende jaren een mooie bijdrage zullen leveren. Zozeer zelfs dat we ook als maatschappij onze omgeving niet langer vergeten. Ik dank u wel. Deze laureaten laten zien dat wetenschap niet alleen een doel op zich is, maar gebruiken het ook als een middel om verandering tot stand te brengen. Ze zijn niet alleen topwetenschappers omdat ze binnen hun eigen vakgebied tot de allerbeste behoren, maar ook omdat ze hun invloed laten gelden in de wereld daarbuiten. APPLAUS.